Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Vlaanderen zit in de rode cijfers. De economie trekt aan, maar de begroting trekt scheef, blijkt uit een rapport van de SERF. Vlaams minister voor Begroting Matthias Diependalen komt naar de studio. Buitenlandse huurlingen zouden de president van Haiti hebben vermoord. Wie of wat zit daarachter en wat nu? En bewoners en verzetslui in de Syrische provincie Idlib zijn voor voedsel en hulp afhankelijk van één grensovergang met Turkije. De VN-veiligheidsraad heeft vanavond beslist die open te houden. Maar er is meer nodig, zeggen hulpverleners ter plaatse. What they really want, what is needed, is to scale up this operation. So what we really want is more access. We shouldn't be talking about closing any of these aid corridors. What we need is more access, not less. Het is vrijdag 9 juli. Dit is Ter Zake. Maar eerst naar Nederland. Daar heeft premier Rutte net aangekondigd dat de handrem moet worden aangehaald. De besmettingscijfers lopen onrustwekkend snel op en de Nederlandse regering wil er prompt bij zijn deze keer. Bij de laatste persconferentie, de vorige persconferentie op vrijdag 18 juni, stonden Hugo de Jonge en ik stil bij de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers. Alles wees er toen op dat we ons konden opmaken voor een mooie zomer. En daar hopen we nog steeds op. Maar de afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er toch een wolk voor de zon is geschoven. Want mede door de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus stijgen de besmettingscijfers momenteel erg hard. Vergeleken bij vorige week is er zelfs sprake van een verzevenvoudiging van het aantal besmettingen. Daarom hebben we besloten dat in alle horeca anderhalve meter afstand houden altijd weer de norm wordt. Met een vaste eigen zitplaats voor iedere gast. Er gaat de sluitingstijd gelden van 12 uur middernacht tot 6 uur in de ochtend. Dit hele pakket gaat zaterdag 10 juli om 6 uur 's ochtends in en vervalt na vrijdag 13 augustus. Ik snap het. Iedereen heeft enorm veel behoefte aan gezelligheid. Van de leesclubs tot aan studentenvriendengroepen. We willen allemaal elkaar weer ontmoeten. En op zich kan dat ook. Maar onze oproep is en blijft: doe het verstandig. Neem je verantwoordelijkheid. Collega Nienke de Zoete, politiek journalist bij NOS in Den Haag. Goedenavond. Van waar opeens deze sprong in de besmettingen? Wat is er gebeurd in Nederland? Ja, dat is toch vooral die Delta-variant. Vandaag zijn er 7000 nieuwe besmettingen bijgekomen. En je hoorde het premier Rutte net ook al zeggen. Dat is een verzevenvoudiging binnen één week. Nou, 2 weken geleden zijn hier allerlei versoepelingen ingegaan. Ja, dan hield men er natuurlijk wel rekening mee dat dat tot een zekere stijging in het aantal besmettingen zou leiden, maar niet tot zoveel. Ja, daar is men toch wel erg van geschrokken. Erg van geschrokken is eigenlijk een foute inschatting geweest dan. Alles was inderdaad net weer open. Ja, nou ja, die vraag die werd natuurlijk ook gesteld net in de persconferentie. Was het nou wel goed om al die versoepelingen in te laten gaan? Maar het kabinet zegt eigenlijk, nee, dat was geen foute inschatting. Op dat moment stonden alle seinen op groen. En konden we eigenlijk ook niet vasthouden aan de harde maatregelen die nog steeds golden. Tegelijkertijd, ja, die Delta-variant die ging toen in Engeland ook al rond, waar het eerder was versoepeld. Dus je kan zeker wel vraagtekens bij zetten dat Nederland toen, 2 weken geleden, in één klap zo ontzettend veel versoepelingen tegelijkertijd heeft doorgevoerd. Want bijvoorbeeld het nachtleven ging hier weer helemaal open. Maar bijvoorbeeld ook mondkapjes, die kunnen wij gewoon, die hoeven wij niet meer te dragen als we de winkels ingaan. Dat blijft zo. Maar het nachtleven, dat gaat nu vooral op slot. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus we hoorden het ook net in wat de premier zei, de evenementsector, de eventsector en nachtclubs en dergelijke, die zijn echt de dupe nu.
klopt, ja. Daar zijn ze natuurlijk ook absoluut niet blij. Die zeggen van het is allemaal net weer open. Wat is dit voor een beleid? Maar ja, je ziet wel dat daar ontzettend veel besmettingen zijn. Dat zijn vooral onder jongeren, hè, zo'n beetje de 18 tot 25-jarigen. Die natuurlijk allemaal massaal zijn uitgegaan nu het weer kon. Ja, voor hen is het over het algemeen minder erg als ze besmet raken. Ze worden er minder ziek van. En tot nu toe was het beleid in Nederland heel erg. We moeten de kwetsbaren beschermen en zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Maar nu het aantal besmettingen zo erg toeneemt in deze groep, zegt het kabinet toch, ja, we moeten toch ook zicht houden op dat virus. Want ze zijn eigenlijk bang dat het van deze jongeren uiteindelijk toch ook weer zal overslaan naar oudere generaties. Oudere generaties die over het algemeen al wel gevaccineerd zijn. Maar veel mensen hebben misschien alleen nog maar één prik gehad. En bovendien heb je ook bepaalde wijken in Nederland waar de vaccinatiegraad erg laag is. Dus het kabinet is toch bang dat ook die jongeren uiteindelijk kwetsbaren zullen gaan besmetten. En als er nu weer verstrengd wordt dan, hè, denk je dat de mensen dat zullen pikken? Of zal er extra gehandhaafd, gecontroleerd worden? Dat is ook altijd een spanningsveld. Kennen wij hier ook, hè? Ja, kijk, zeker. Kijk, die clubs die mogen niet meer open, die discotheken. Bepaalde evenementen kunnen niet doorgaan, bijvoorbeeld popfestivals. Ja, als ze er niet doorgaan, ja, dan hoef je dat natuurlijk verder ook niet te handhaven. Het risico is natuurlijk wel dat veel mensen dan naar terrassen gaan of naar gewone cafés. Ja, daar zal zeker strenger gehandhaafd moeten gaan worden. Want eerlijk gezegd, de laatste weken was het hier toch een beetje alsof het hele virus er niet meer was. En ook op terrassen werd allang niet meer gecontroleerd of je nou echt wel afstand hield. We blijven het volgen, de situatie ook in Nederland. Dank je wel voor de uitleg, Nienke de Zoet. Vlaanderen kon zich jarenlang op de borst kloppen vanwege begrotingsevenwichten en zelfs overschotten. Het coronatijdperk haalt die gave boekhouding onderuit. De SERF is het orgaan waar werkgevers en werknemers samen adviezen formuleren voor de Vlaamse overheid. In een nieuw rapport over de begroting luidt de SERF de alarmbel, zou je kunnen zeggen. De regering Jan Bon stevend af op een fors tekort in 2024. En, nog zorgelijker, de schulden lopen bijzonder hoog op. Willem van Mullum. De positieve in het advies is dat we zeggen van de relance heeft eigenlijk gewerkt. Is succesvol geweest. Het is goed dat de begroting ook is gebruikt geworden als buffer en schokdemper om de coronacrisis aan te pakken. Maar het andere is dat de cijfers natuurlijk zijn wat ze zijn. En dat we toch wel zeggen van het is belangrijk dat men toch een aantal zaken ook eigenlijk aanpakt. En dat men toch wel maatregelen neemt om de zaak onder controle te houden. Meer dan ooit staan we in Vlaanderen voor een opdracht. Want het afgelopen anderhalf jaar hebben we klappen gekregen, ieder van ons. Relance en coronahulp, prima. Maar opgelet, want enkele indicatoren staan op rood. Zo adviseert SERF, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Een verzameling van Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. En een van die indicatoren, de Vlaamse begroting. Voor eerst stellen we wel vast dat de economie herstelt en dat versneld gebeurt. Maar de Vlaamse overheidsfinanciën volgen niet. En dus wat stellen we vast? Dat het begrotingstekort, de Vlaamse begroting, tegen 2024 zal aanzwellen tot een 3 miljard euro. Ja, dat is een aanzienlijk tekort waar men tegenaan gaat lopen. En dan is er de Vlaamse schuld. Die loopt volgens de prognoses van de SERF heel snel op. In 2020 was die schuld nog 25,7 miljard euro. Voorspellingen geven aan dat de schuld in 2024 tot 47,8 miljard kan oplopen. SERF ondersteunt de cijferaanpak van de Vlaamse regering in de coronacrisis, maar waarschuwt voor de toekomst. Je zou ook kunnen kijken en naar overweging maken van de ontvangstenzijde. Kijk, Vlaamse regering, het is misschien toch wel ook eens de tijd om proactief ook een grondige evaluatie te maken van de inkomsten- en uitgavenzijde van de Vlaamse begroting. De inkomstenzijde bekijken, hoor ik u dan zeggen, minder besparingen, meer belastingen? Wel, de Vlaamse sociale partners die spreken zich niet uit over concrete maatregelen. Dat is aan de Vlaamse regering om die te nemen en die bepaalde keuzes te maken. Waar wij ons wel toe engageren
geleerd hebben, is dat wij tegen het einde van de legislatuur toch wel gaan bekijken, de Vlaamse heroverweging doen van de Vlaamse fiscaliteit en een syntheserapport opleveren met ook aanbevelingen aan de Vlaamse regering. Koken kost geld, dat zal ook een minister erkennen. SERF verwacht een inspanning. Ik weet dat de minister altijd uitkijkt naar het advies van de SERF en zeker ook openstaat voor onze analyses en onze aandachtspunten. Dus zeker in eerste instantie dat hij daarmee rekening houdt, maar ook wel toch wel aandacht voor het belang dat evenwicht te vinden, de overheidsfinanciën gezond maken, maar anderzijds toch ook wel nog oog te blijven hebben voor het vrijwaren van die economische en maatschappelijke relance. En hij is onze gast, Matthias Diependalen, Vlaams minister voor Begroting en Financiën. Welkom. Dat miljardentekort, had u het zien aankomen? Nee, ik denk dat niemand de coronacrisis had zien aankomen. Bij de start van de legislatuur hadden we een tekort van 432 miljoen. En de bedoeling was om dit jaar eigenlijk een evenwicht te hebben. En dat zouden we volhouden tot het einde van de legislatuur. Vlaanderen heeft een zeer mooi voortraject. We hebben altijd onze begroting netjes in evenwicht gehouden. Onze schuldgraad heel mooi onder controle gehouden. Maar door corona is daar nu een dikke streep doorgetrokken. Ja, en u moet dan aan de bak, want u moet beslissen hoe lang laten we dit lopen, wanneer trappen we op de rem. U wil besparen, hè? Inderdaad, ik denk dat dat sowieso nodig is. En die overtuiging wordt ook een deel gedeeld door zowel de SERF als de Sociaal-Economische, het Economische Relancecomité en het Maatschappelijke Relancecomité van vorig jaar, ook door de Nationale Bank. En de reden is, je mag er donder op zeggen dat we binnen dit en 10, 15 jaar opnieuw een crisis gaan doormaken. Dat kan terug een gezondheidscrisis zijn, kan een financiële crisis zijn, zoals 10 jaar geleden, een sociaal-economische crisis of wat dan ook. En we hebben een sterke begroting nodig om die crisis het hoofd te bieden. En dat is nu exact wat we nu gedaan hebben. De voorbije 5 jaar hebben we ongeveer 5 miljard extra in onze samenleving gepompt. Ongeveer de helft daarvan ging naar economische ondersteuningsmaatregelen. We hebben dus klaargestaan met onze begroting om ondernemers te helpen. Mm-hmm. We hebben zeer duidelijk kunnen zeggen van kijk, we got your back, we zijn er voor u. Op het moment dat u ons nodig heeft, u draagt niet bij al die jaren om nu in de kou gelaten te worden. Wij staan nu bij. Ja, maar dat kan niet blijven duren. Nee, inderdaad. We moeten dat in de toekomst ook kunnen doen. Dus over 10 jaar moeten we dat opnieuw kunnen doen, als daar een volgende crisis is. En dan is het inderdaad mijn bezorgdheid dat we moeten zorgen dat die begroting tegen die volgende crisis, terug in evenwicht is. En dat we terug, als het nodig is, mensen kunnen ondersteunen. Helemaal in evenwicht, als ik het goed begrepen heb, tegen het einde van de legislatuur, dat zal niet lukken. Dat is een gigantische opdracht. U wil minstens de helft wegwerken. Dat is al genoeg, denk ik. 1,3 miljard. Ja, ongeveer. We zitten aan een tekort structureel in 2024 van 2,5, 2,6. Dat hangt er een beetje vanaf. De SERF rekent een klein beetje anders. En we hebben een engagement aangegaan ten aanzien van Europa om daar de helft tegen 2024 van te saneren. Dan wil iedereen weten, waar ga ik dat voelen? Waar gaat dat pijn doen? Wie gaat daar vanaf? In normale situaties is het zo dat je bij een begroting, als je investeringen wil doen, als je wil tegemoetkomen aan maatschappelijke noden, dan ga je kijken waar gaan we geld naartoe gaan. Je maakt daar keuzes, maar onmiddellijk, tegelijkertijd, ga je kijken van waar moeten die centen komen. Dat evenwicht weer. Inderdaad, maar nu zijn die twee natuurlijk losgeslagen van elkaar. Nu hebben we die uitgaven moeten doen. We hebben tijdens die crisis gedaan wat we moesten doen. Ik denk dat we daar trots mogen op zijn als Vlaamse overheid. Maar natuurlijk, die besparingsoefening die komt later. En dat is de oefening die we nu in september zullen moeten gaan starten. Bij ons hebben we de voorbereiding daarvoor al gemaakt. We hebben verschillende instrumenten die we aan het uitwerken zijn om te zorgen dat er tegen dan een duidelijk menu op tafel ligt om keuzes uit te maken van hoe we die begroting terug naar... Maar keuzes, dat zijn echt politieke keuzes, want u weet het, er zijn wachtlijsten bijvoorbeeld voor mensen in de zorg. Er is al wel iets gebeurd, maar de wachtlijsten blijven heel lang. Er zijn mensen in het onderwijs die zeggen, we hebben geen plek of we hebben computers nodig of noem maar op. Er zijn heel concrete noden. Daar gaat het dus over die keuzes. Absoluut, ja. En voor alle duidelijkheid, toen ik deze job begon in 2019, dan had ik natuurlijk ook het idee dat het leuker is om een ondersteunend beleid te voeren, hè, om meer beleid te voeren, om mensen noden tegemoet te komen. Maar door deze crisis is die noodzaak helemaal omgedraaid en gaan we daar echt moeten gaan naar kijken en prioriteren. We gaan moeten keuzes maken van waar willen we nu echt op inzetten en wat gaan we natuurlijk minder moeten doen, anders moeten doen of niet meer doen. Dat belooft voor politieke discussies in het najaar. Wat met de suggestie van de SERF ook bij monden van mevrouw vanmorgen, we moeten opnieuw kijken naar de fiscaliteit. U kunt natuurlijk ook inkomsten gaan zoeken. Ja, maar waar dat de SERF op wijst, we hebben nu een oefening opgestart, de Vlaamse brede heroverweging. Het is mijn overtuiging dat een overheid die gaat om met de centen van de mensen, dat is niet een zak geld die bij de overheid zit, dat zijn centen van de mensen. We betalen allemaal belastingen. Inderdaad, en dan hebben wij de plicht om voortdurend ons beleid in vraag te stellen. Ook in economisch goede tijden, ook als het goed gaat met de begroting, hebben wij de plicht om na te denken van die euro,
Is die wel correct uitgegeven? Komt die wel tegemoet aan de maatschappelijke nood die we willen tegemoetkomen? Daar zit een politieke visie achter dan, hè? Afhankelijk van het antwoord dat iemand geeft. Juist. En dat is nu de oefening die we in december, januari gevraagd hebben aan de administratie. Van kijk, ga een keer door heel de begroting en kijk een keer of elke euro die we uitgeven, voldoet die wel? Komt die wel tegemoet aan die maatschappelijke nood? Lossen we wel iets op? Lossen we een probleem op? Dus uw administratie keek ook op de beleidsdomeinen van uw collega-ministers? Ja, er zijn stuurgroepen opgesteld. Er is één stuurgroep waar ook externen bij betrokken zijn. En die leiden nu die oefening die over de verschillende, ik denk dat ongeveer 90-95%, want het is op een zeer krappe timing dat we dat gevraagd hebben. En alle respect voor de mensen die dat moeten doen. Dat is heel zij doen voorstellen van waar kan het met minder? Komt het daarop neer? Er zijn verschillende vragen gesteld. En onder andere is ook een vraag van stel u voor, hypothetisch, je moet het morgen in uw beleidsdomein met 5% of 15% minder doen. We hebben ook de academische vraag, de hypothetische vraag gesteld van mocht je meer centen hebben, waar zou je het dan aangeven? We hebben ook een paar andere vragen. Hè. Welke zaken kunnen we als overheid beter overlaten aan de privésector? Welke zaken kunnen we misschien beter aan de lokale besturen overlaten? En wat gaat u doen met al die antwoorden? Dat is voor de discussie. We hebben al een deel binnen, maar we wachten op een totaalverslag van de stuurgroep. En dat zal ergens in augustus, begin september komen. En dan gaan we inderdaad, de politiek zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en zal die keuzes moeten maken. Dit gaat pijn doen, toch? Ik denk dat, zoals gezegd, het was leuker geweest natuurlijk om een ondersteunend beleid te voeren. Wat we initieel bij de start van de legislatuur ook gedaan hebben. Hè. Toen hebben we besparingen gedaan, maar die besparingen... Ja, maar wat nu komt, want dat hebt u al gezegd. Ik denk inderdaad dat dat geen evidentie zal zijn. Ja. Maar het is onze verantwoordelijkheid. Ik denk dat mijn filosofie is dat we inderdaad omgaan met de centen van de mensen. Dat we moeten gaan naar de volgende generaties de problemen niet mogen doorschuiven. Maar de crisis is ook nog niet voorbij. Er zijn heel wat economen die ook zeggen... En u zegt, aanvankelijk traden we dat ook bij, van nu is het moment om te spenderen. Ja, inderdaad, absoluut. Investeren. Dat hebben we ook gedaan. Hè. Ongeveer 2,5 miljard pure economische ondersteuning hebben we uitgegeven. Maar ik denk dat nu ongeveer de moment is dat we daar moeten op terugkomen, dat we dat moeten gaan stopzetten. Dat heeft twee goede redenen. Eerst en vooral de begroting zelf. Maar dat is niet eens de belangrijkste reden. Voor mij is nog die economische heropleving het belangrijkste. Een economie die aan het overheidsinfuus hangt, is geen goede zaak. Je moet op eigen benen kunnen staan. Dan moet ik wel een onmiddellijke nuance aangeven. Er zijn nog sectoren die natuurlijk nog onder veiligheidsmaatregelen werken. Er mag nog niet gedanst worden, dansings mogen nog niet open. Feestsector, eventsector en zo, die hebben natuurlijk nog te maken met veiligheidsmaatregelen. En voor hen lopen ondersteuningsmaatregelen nog. Dus het is niet ineens de blok erop en gedaan. Ja. Ik wil toch even vooruitwijzen naar die discussies dan. Want deze Vlaamse regering, aan de vooravond van wat een feestdag is, hè, Vlaamse feestdag 11 juli, die heeft al een paar woelige baren moeten trotseren. Hing niet altijd even goed aan elkaar. Denkt u dat deze ploeg dat aan kan? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik heb in elk geval van die samenhang... er zijn altijd discussies en dat hoort ook zo. Ik ben altijd een beetje verwonderd dat men in een democratie zich afvraagt dat er debat is. Het is net dat debat... Debat is één ding, maar elkaar echt prikken uitdelen. Uw voorzitter bijvoorbeeld, meneer De Wever, die uithaalt naar Joachim Koens, voorzitter van CD&V, omdat hij een ander idee heeft over de Oosterwil werken. Ik denk dat debat moet gevoerd kunnen worden. Dat iedereen daar zijn mening. Dat is de meerwaarde van onze democratie. Dus daar heb ik niet zoveel schrik van. Maar we gaan op het einde van de rit keuzes moeten maken. En dat hebben we met deze Vlaamse regering wel degelijk altijd gedaan. Ja, maar u staat dan bekend als een soort economische hardliner, als ik dat zo mag zeggen, of een duidelijk uitgesproken visie. Ziet u dat goed komen met de collega's? Ik denk dat mijn rol en de situatie waarin zitten dat ook noodzaakt. Hè. Ik ben verantwoordelijk voor de centen van de mensen. En dan moet ik die verantwoordelijkheid ook opnemen. Ik heb het gezegd, het was leuker geweest om hem te kunnen uitdelen en ondersteunend beleid te voeren. Maar we moeten die rol opnemen, omdat we natuurlijk die problemen niet willen doorschuiven naar de volgende generatie. En ik wil daar wel aan toegeven, we hebben ook een paar schitterende zaken. De vaccinatiecampagne loopt als nergens anders. Dat is ook deel van de uitgaven. Inderdaad. We hebben bijvoorbeeld de voorbije week, en dat heeft mij verwonderd, mevrouw Krivits heeft dat bekendgemaakt, we hebben de 3% voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is bijna nergens geweest, maar dat is een project geweest van 20 jaar lang. Dus van Lissabon-strategie, een uitdaging van Europa. We hebben die nu behaald, dus we zijn erin geslaagd. Dus er wordt ook geld uitgegeven, zegt u, aan goede projecten. Tot slot, met die 11 juli ook in gedachten. Wat is dan het belangrijkste? Die cijfers in het zwart of de levens van mensen echt daar impact op hebben, het verschil daarin maken?
Maar gezondheid komt natuurlijk altijd op de eerste plaats, hè, als u dat bedoelt. Maar ik denk dat die twee kunnen gecombineerd worden. We zijn een team, we zijn een ploeg in Vlaanderen. En dan moeten we kijken hoe dat we die doelstellingen kunnen bereiken. En we gaan inderdaad moeten zorgen dat we voorbereid zijn op een volgende crisis. Dat we die aankunnen, dat we onze economische groei kunnen bewerkstelligen. Dat we die welvaart ook kunnen blijven laten groeien. En dan denk ik dat we dat moeten doen met zwarte cijfers en geen rode cijfers. Ja, moet u ook zeggen natuurlijk. Als minister van Begroting lijkt me vanuit uw visie. Dank u wel voor de komst. Graag gedaan. Tot wel 28 huursoldaten uit Colombia en ook de VS zouden verantwoordelijk zijn voor de moord op de president van Haiti, Jovenel Moïse. Moïse werd eergisteren doodgeschoten in het presidentieel paleis in Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De situatie in Haiti is sinds de moord nog onrustiger. Te meer daar het niet helemaal duidelijk is wie de macht toekomt in afwachting van reeds lang uitgestelde verkiezingen. Bram van de Putten. Een politieoperatie van de Amerikaanse antidrugseenheid DEA. Met die dekmantel dringen dinsdagnacht een groep gewapende mannen de woning binnen van Haïtiaans president Jovenel Moïse. Even later wordt hij doodgeschoten. Premier élément informatie nous gagne. Ça fait nous connaît. Que c'est un groupe monde qui t'a parlé anglais avec espagnol. Que t'as gagné un gros âme fan fois dans mer. Qui touillait le président de la République. Jovenel Moïse komt in 2017 aan de macht en belooft Haïti economisch betere tijden. Faciliter le développement de grands projets touristiques. Maar zijn verkiezingsoverwinning is omstreden. Er is sprake van fraude en corruptie tijdens de campagne. De oppositie erkent het presidentschap van Moïse niet. Het resultaat is een politieke impasse, de zoveelste in de geschiedenis. Jean-Claude Duvalier, 20 jaar en president van Haïti. President voor het leven. Net zoals zijn vorig jaar overleden vader François Duvalier, in de volksmond Papa Doc. Na Papa Doc, nu Bébé Doc. Jarenlang wanbeleid en corruptie hebben van Haiti, een prachtig land met natuurlijke rijkdommen, het meest arme land van het westelijke halfrond gemaakt. In 1991 krijgt Haiti voor het eerst een democratisch verkozen president, Jean-Bertrand Aristide. Maar nog datzelfde jaar maakt de militaire staatsgreep een einde aan zijn presidentschap. In 1994 komt Aristide terug aan de macht, met dank aan de Amerikanen. U.S. troops swarming into Haiti. What started out as an invasion suddenly turned into a peaceful occupation. The dictators have recognized that it is in their best interest and in the best interest of the Haitian people to relinquish power peacefully. En ook op het vlak van natuurgeweld wordt Haiti niet gespaard. In 2010 eist een aardbeving aan meer dan 100.000 mensen het leven. Nog eens 10.000 Haitianen sterven na een cholera-uitbraak, enkele maanden later. Na massale hulpacties wereldwijd krijgt het land miljarden aan humanitaire hulp en donaties. Maar ook dat helpt niet om Haiti op het rechte pad te krijgen. De crisis en het bendegeweld worden jaar na jaar erger. Vorige maand nog riep Barbecue, de bekendste bendeleider in het land, iedereen op om in opstand te komen tegen de Haïtiaanse elite. We continue te encourager peuple pour aller chercher sacré ville de droit. C'est comme nous dans Barbecue. C'est comme nous dans Maquette. C'est comme nous qui dans maison machine yo. N'a pas courage nous continuer à le chercher parce que ça y revient nous de droit. Of de barbecue bende iets met de moord op Moïse te maken heeft is niet duidelijk, maar de chaos in Haiti waar hij op hoopte is wel een feit. Bij verschillende politieacties zijn zeker 3 daders gedood. 17 anderen zijn opgepakt. Nog eens 8 verdachten zijn spoorloos. In totaal gaat het volgens de politie om zeker 28 huurmoordenaars. 26 Colombianen en 2 Amerikanen van Haïtiaanse afkomst. Hier met wit t-shirt. Maar wie er echt aan de knoppen zat bij deze aanslag, blijft een raadsel. Al hebben sommige Haïtianen wel een idee. En
En in Port-au-Prince in Haiti woont en werkt Pieter Thijs. Goedenavond. U bent lokaal vertegenwoordiger voor Broederlijk Delen daar al jarenlang. We horen zeggen huurmoordenaars, Colombianen, ook Amerikanen, de bende van Barbecue. Wat doet er de ronde? Wat is er intussen geweten over de daders en mogelijk opdrachtgevers ook? Wel, eigenlijk niet zoveel. Dus de vraag die een beetje op Pieters lippen brandt, is natuurlijk, hebben we hier te maken met de staatsgreep? Het klopt, we hebben de officiële informatie van de overheid, die spreekt over een commando van huurlingen dat het huis van de president binnendrong, de president vermoord heeft en zijn vrouw verwond. Dat is het officiële verhaal. Nu, in de 48 uren na de aanslag zijn een aantal mensen gearresteerd. En de informatie doet uiteraard vragen oproepen van wat is er nu precies gebeurd? Hoe komt het dat er zo weinig bewaking was op het moment dat die mensen zijn binnengedrongen bij de president? Hoe komt het dat de huurlingen, die blijkbaar goed voorbereid waren volgens de informatie van de overheid, dat die binnen de 48 uur gevonden worden in een straal van enkele kilometers rond de plek van de misdaad. En natuurlijk de grote vraag van wie zijn de intellectuele auteurs. Hè? Dus er is twijfel van wie heeft uiteindelijk de daad gesteld. Is het dit commando geweest? Of is het mogelijk dat dit commando op een later tijdstip te plaats is gekomen? En de grote vraag is natuurlijk in wiens belang en op wiens opdracht is deze moord gebeurd? En eigenlijk hebben we daar nog geen concrete antwoorden op. We hebben officiële informatie en dan veel vragen, twijfels en geruchten. Ja, nog geen concrete antwoorden dus, maar het doelwit was dus Jovenel Moïse, de president. Wat voor iemand was hij? Iemand met veel vijanden dan? Of hoe moeten we dat begrijpen? Bij Jovenel Moïse was zeker een zeer controversieel persoon. Zoals ook in de video werd gezegd, hij is aan de macht gekomen met een zeker gebrek aan legitimiteit, omdat in de verkiezingen, het waren verkiezingen met een zeer lage opkomst, dus er is door een zeer klein percentage Haïtianen verkozen, geruchten van fraude bij de verkiezingen. Dus hij is aan zijn mandaat begonnen met veel twijfels rond zijn legitimiteit. Hij is er niet in geslaagd om veel van zijn beloftes waar te maken. Dus hij heeft vrij snel te kampen gekregen met zeg maar, ja, de onrust op het niveau van de bevolking. De economische omstandigheden zijn snel achteruit gegaan de voorbije jaren. Er is veel onveiligheid gegroeid, er zijn veel straatprotesten geweest. En een heel controversieel dossier is ook, was een groot corruptieschandaal dat het Petrocaribefonds heet, waarin hij zelf ook geciteerd werd als een van de mogelijke begunstigden van corruptie. Dus dat heeft er allemaal toe geleid dat Jovenel Moïse eigenlijk op een vrij wankele basis regeerde. En hij heeft ook vijanden gemaakt in vrij machtige kringen. Hij heeft een aantal contracten geschrapt van zeer invloedrijke zakenlui in Haiti. Dus hij heeft zowel op het niveau van de bevolking veel weerstand ondervonden. Hij heeft vrij machtige vijanden gemaakt in het zakenmilieu. En ook de politieke oppositie, zoals gezegd, is in het filmpje heeft eigenlijk vanaf dag 1 zijn mandaat niet echt erkend en heeft eigenlijk van heel vroeg aan zijn onvoorwaardelijk ontslag gevraagd. Ja. Dus hij was eigenlijk zeer geïsoleerd op het einde van zijn leven. We horen over Haiti altijd zeggen, armste land in het westelijk halfrond, heel jonge bevolking ook. We zien vaak beelden dan uit stedelijk gebied waar het bijzonder onrustig is, bendegeweld enzovoort. Ja, kunt u iets meer zeggen over hoe het is om daar te leven? Is dat overal zo of is dat een beperkt beeld dat we krijgen van Haiti op die manier? Er is een heel groot contrast tussen de hoofdstad en de provincies. Men spreekt soms van de Republiek van Port-au-Prince, omdat alles geconcentreerd is. De politieke macht, alle zakenbelangen zijn geconcentreerd in Port-au-Prince. En het is ook in Port-au-Prince dat alle politieke strijd geleverd wordt. In het platteland heb je eigenlijk een situatie waar de bevolking grotendeels aan zichzelf overgeleverd is. De staat is heel sterk afwezig. Nu in Port-au-Prince heb je een algemene toestand van onveiligheid. Hè. Dus onder het bewind van Jovenel Moïse zijn een aantal bendes in arme volkslijden zeer machtig geworden. En die hebben zich ook gefedereerd en die controleren eigenlijk grote stukken van de hoofdstad. Die doen kidnappings tegen losgeld als bron van inkomsten.
die kunnen manifestaties organiseren of neerslaan. Dus er is een situatie waarin je eigenlijk de de facto macht eigenlijk wordt geregeld via gewapende bendeleiders die voor politieke actoren werken. Zowel de overheid, maar waarschijnlijk ook wel de oppositie. Ja. Dus het is een zeer gespannen context. Een zeer gespannen situatie. Tot slot, kort nog, wat kan of moet er nu gebeuren? Enig idee of wat verwachten mensen? Wel, dat is natuurlijk de grote vraag, omdat de eerste minister ad interim, die eigenlijk vervangen had moeten worden deze week door een nog door Jovenel Moïse aangestelde nieuwe eerste minister, roept zich uit tot staatsleider. Daar is eigenlijk geen wettelijke basis voor. Maar hij wordt daar wel in bevestigd door de VN. Die zegt van, oké, eerste minister Claude Joseph heet die man, is nu de leider van Haiti totdat er verkiezingen plaatsvinden. Maar dat zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot gebeuren. Het begint wel te rommelen op straat. Niet iedereen herkent de legitimiteit van deze leider, eerste minister. De vraag is altijd, en dat is de controversiële vraag, de internationale gemeenschap, die trouwens meer dan 14 jaar hier troepenmacht heeft gehad om orde hand te gaven en die daar toch wel sterk in gefaald is, die blijft oproepen om zo snel mogelijk verkiezingen te organiseren opdat er een nieuwe president verkozen kan worden. Terwijl er toch wel een draagvlak is in Haiti, vooral in de civiele samenleving, om eerder naar een transitieregering te gaan met mensen die credibel de belangen van het volk en van het land kunnen uitdragen en een oplossing zoeken voor de crisis en niet te passeren via de traditionele politici die al zo lang aan de macht zijn en al zo lang op de macht strijden. Mm-hmm. Pieter Thijs vanuit Port-au-Prince in Haiti, heel hartelijk dank voor de uitleg. Het was een zaak van leven of dood en spannend tot het laatste moment. Zo net heeft de VN-veiligheidsraad beslist om de grensovergang tussen Turkije en Syrië bij Bab al-Halwa nog zeker een jaar open te houden. Rusland had met een veto gedreigd daartegen. Bab al-Halwa is de enige van vier grensovergangen naar Syrië die nog open was en nu dus is. Met name de bijna 4 miljoen mensen bijna 4 miljoen mensen en verzetslui in Idlib zijn aangewezen op het voedsel en de hulp die langs die weg tot bij hen komt. Idlib is de enige plek waar mensen en rebellen stand houden tegen het regime van president Assad. Inge Franke. Idlib in Syrië, de provincie die niet gecontroleerd wordt door president Bashar al-Assad, maar door rebellen. Miljoenen mensen leven hier in kampen, weggevlucht voor het geweld in andere delen van het land. Abu Ahmed is 45 en leeft hier al 2 jaar. De humanitaire hulp van de Verenigde Naties is van levensbelang voor hem. Binnen en buiten het kamp overleven mensen dankzij de humanitaire hulp. De plaatselijke bakkerij draait op de aangeleverde bloem. Zonder die hulp zou het hier gedaan zijn. De helft van het brood van Anas gaat naar de kampen. Daar wordt het in voedselpakketten verdeeld door NGO's als ATTA. في الشمال السوري هي 225,000 حصة غذائية جمعية عطاء قطاع أطمة إلى 45,000 حصة تقريبا شهريا علما بأن هناك تقريبا ما يعادل 3,400 بحاجة لعون بالنسبة للشمال الغربي من سوريا. De humanitaire hulp hier komt allemaal via Bab al-Halwa aan de grens met Turkije. Rusland wil die grensovergang eigenlijk toe. Eerst waren er 4 grensovergangen om humanitaire hulp te leveren. Al-Yarubiya aan de grens met Irak, Al-Ramta aan Jordanië en aan de Turkse grens Bab al-Salam en Bab al-Halwa.
Eerst moesten de Iraakse en Jordaanse post dicht onder Russische druk. Daarna ook Bab el-Salam. Nu blijft alleen Bab el-Halwa over. At the moment we have a massive relief operation. And more than 1,000 trucks cross the border every month carrying UN humanitarian supplies. That means food, medicines, water and sanitation equipment, tents and other shelter items. This is already one of the biggest humanitarian crises in the world, and it's only going to get a lot worse if we cannot keep this aid operation going. De hulpoperatie draaiende houden. Ver weg van Idlib in New York is daarover wekenlang onderhandeld binnen de VN-veiligheidsraad. Want Rusland, bondgenoot van het Syrische regime, wilde de grenspost dicht. Today, facts on the ground say, and UN confirms that, that they have increased humanitarian assistance to the northeast of Syria through the Syrian government, through the cooperation with the Syrian government. Met andere woorden, laat de Syrische regering vanuit Damascus de humanitaire hulp voor het hele grondgebied, dus ook het rebellengebied, in handen nemen. Maar dat ziet niet iedereen zitten. القرار بإدخال المساعدات عن طريق النظام قرار جائر بسبب التجربة السابقة للنظام اللي استخدم الإغاثة وسيلة للحصار للضغط على أهلنا. سواء بريف دمشق من النظام اللي قتل وهجر الملايين ما راح الآن يرأف بحال الناس الموجودة هون. In the last few years, the cross-border operation has been the only way of reaching these people. There is still a war going on. Civilians are being killed every day at the moment, so it remains a very dangerous place. In fact, it has escalated a lot in the last few weeks. And in that kind of environment, the safest and most reliable way of reaching these people is across the border from Turkey. De mensen in Idlib hebben de beslissing in New York bang afgewacht, want de impact zou groot zijn als Bab el-Halwa dicht gaat, zeggen ze hier. Rondkomen is nu al moeilijk. Zonder de hulp uit Bab el-Halwa wordt het nog moeilijker. والله إذا لا سمح الله تسكر ما بعرف هل المنفس الوحيد للبشر هوني راح نكون أمام مأساة إنسانية كلها خايفة كلها متحسفة وكلها عم بتقول لنفسها إنه إيش مصيرنا إحنا في الأيام الجاي فيعني كلها عايشة يعني خايفة كثير إنه لا سمح الله تسكر ما بعرف الناس بتكون أمام مجاعة بتكون. It's not just an important decision, it's a life and death decision for people who depend on this humanitarian aid for their survival. What they really want, what is needed, is to scale up this operation. So what we really want is more access. We shouldn't be talking about closing any of these aid corridors. What we need is more access, not less. En dan nog een bericht op de valreep. Want net voor deze uitzending startte raakte bekend dat Issam Hawash ontslag neemt als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Gisteren in het parlement zei premier De Croo dat iemand in haar positie zich beter onthield van controversiële uitspraken. Er was namelijk een debat losgebarsten de dagen daarvoor over uitspraken van Hawash in Le Soir afgelopen weekend. Bart Brinkman, we hebben jou er toch nog even bij gehaald, politiek journalist van De Standaard. Goedenavond. Weten we waarom Hawash vandaag ontslag heeft genomen? Op dit moment is dat nog een beetje onduidelijk, maar aan de andere kant, na de bolwassing die er toch gisteren wel was, zowel van premier Alexander De Croo, maar ook van voogdijminister Sarah Sledge, ja, was het toch wel duidelijk dat ze heel moeilijk nog zou kunnen functioneren als regeringscommissaris.
Je verwijst naar de staatssecretaris die haar heeft voorgedragen, mevrouw Schlitz van Ecolo. Die heeft ook gereageerd vandaag. We gaan even kijken naar het bericht dat zij de wereld instuurde. Ik heb kennis genomen van de beslissing van mevrouw Hawaj, die ik betreur. Zij was voor dit mandaat aangesteld omdat zij over de vereiste kwaliteiten beschikt, met name op het gebied van management. Ik begrijp dat ze ernaar streeft om haar professioneel parcours rustig voor te zetten en een einde te maken aan de haatboodschappen waaronder ze voorbije periode heeft geleden. Natuurlijk respecteer ik haar keuze en wens ik haar het allerbeste in haar verdere carrière. Tot daar het bericht van Sarah Schlitz dus, ecolo-staatssecretaris. Ja, wie leidt hier nu gezichtsverlies? Hier is geen goede kant aan, denk ik, voor niemand, of wel? Ja, toch wel. Nu, in de eerste plaats is dit een heel pijnlijke zaak voor mevrouw Hawaj zelf. Zij had inderdaad een cv van beton, zoals Alexander De Croo heeft gezegd. Dat valt echt niet te ontkennen. Maar het interview in Le Soir was wel heel pijnlijk en zij heeft wel een soort mea culpa geslagen, maar toch bleef toch de indruk hangen bij heel wat mensen dat ze wat ze gezegd had in Le Soir, namelijk dat je de scheiding van kerk en staat een beetje moest laten afhangen van de demografie. Met andere woorden, als het hier allemaal vol met moslims zou... Als hier vooral moslims zouden wonen, dan zou die scheiding anders worden bepaald. Ja, was toch zeer ongelukkig en gaf toch de indruk dat ze dat echt wel gemeend had. Ja, en in de tweede plaats is dat natuurlijk heel pijnlijk voor Ecolo, voor Sarah Schlitz zelf. Ja, die dachten echt wel een goede zet te doen, omdat ze nu eenmaal een mooi parcours had afgelegd, professioneel dan. En het was natuurlijk een zeer, hoe moet ik het zeggen, het sprak wel tot de verbeelding. Hè. Uitgerekend een vrouw die absoluut een hoofddoek wil dragen, om die dan regeringscommissaris te maken van het Instituut voor Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen. Ja, dat is nu toch wel... Dat, qua symboliek kon dat wel tellen. Van meet af aan heeft MR-voorzitter Georges-Louis Boucher eigenlijk moord en brand geschreven. Eerst vanuit een soort Brusselse gevoeligheid, omdat zij daar niet in de regering zitten. En ze konden daar de coalitie ook mee pijn doen. Eigenlijk was het allemaal een beetje weggeëpt. Was er een soort verdediging rond mevrouw Hawaj opgebouwd. Maar ja, goed, die verklaringen hebben alles kapotgeslagen. Er werd ook nog een ouder interview van haar opgesnord. Ja, en dan was het gewoon game over. Ja, game over in die positie voor haar. Zal dit sporen nalaten, denk je, in Vivaldi? Of is dit nu de definitieve streep in het zand waar de premier het gisteren over had? Ik denk niet onmiddellijk dat dat echt sporen zal nalaten bij Vivaldi, omdat je gisteren toch al een vrij grote eensgezindheid zag binnen de regering naar haar persoon toe. Dus je had zowel De Croo, je had ook Sarah Schlitz, maar ook andere mensen van de meerderheid waren toch een beetje teleurgesteld door haar verklaringen. Maar ik denk wel dat dat de positie van Georges-Louis Boucher zal verstevigen. Het is iemand die zeer uitgesproken meningen heeft, die ook af en toe daarmee de regering in de problemen heeft gebracht. We weten allemaal, een paar weken geleden is Alexander De Croo opnieuw naar de Kamer moeten komen, omdat er een soort verschil was tussen wat hij had gezegd en wat uiteindelijk ook mensen van de MR hadden getweet. Dus voor Boucher, denk ik, is dat een toch een belangrijke overwinning. En ik denk ook dat het voor Ecolo en ook Groen, want niet te vergeten, de kabinetchef of toch de belangrijkste woordvoerder van mevrouw Schlitz is Jessica Soors, eigenlijk een parlementslid van Groen. Ik denk toch dat men daar twee keer zal nadenken vooraleer men nog eens met een dergelijk profiel voor de proppen komt. Oké. Dankjewel voor de toelichting bij dat laatste nieuws, zal ik zeggen. Dankjewel, Bart Brinkman. Dit was Ter Zake. Vanwege het hele team een heel fijn weekend gewenst en graag tot maandag.